nieuwe vlog. Het is vandaag maandag, weer een nieuwe week. Ik ga vandaag vloggen ook tot vrijdag deze week. En ja, ik heb eigenlijk vorige week vernomen dat ik niet deze week zou vloggen, maar ik kan het niet laten. Dus we gaan het gewoon doen. En het is op zich nog wel oké te combineren. Ik heb me inmiddels opgemaakt. Ik heb concealer op, BB cream, mascara, eyebrow gel en that's it. Gewoon lekker simpel. Ik heb alleen het gevoel dat ik onder mijn ogen iets te wit heb gedaan. Het is nu wel heel erg poep. Maar dat geeft op zich niet. Ik ben even mijn schoenen aan het aandoen. Mocht je denken van wat ben je allemaal aan het doen. Tada! Waar is mijn voet? Oh. Daar is mijn voet. Dus dat ben ik nu even aan het doen. Ik heb jullie of vanavond of morgen wel iets leuks laten zien. Ik heb namelijk mijn hele kamer veranderd. Ik zit namelijk nu aan de andere kant van mijn kamer. Mijn bed is hier. En mijn bureau staat hier waar ik nu zit. Dus dat zal eventjes wennen. Ik weet trouwens ook niet wat het is met mijn mobiel. Maar hij loopt af en toe een beetje vast dat ik aan het filmen ben. Dus ik hoop dat dat niet echt straks ook de daadwerkelijke video is. Maar goed. Ik kies trouwens ook nog steeds voor met mobiel te vloggen. Het is voor mij gewoon makkelijker. Weet je, mobiel heb je altijd bij je. En mijn camera is gewoon best wel groot. En moet je ook gewoon meenemen. Lekkere angle dit. Oeh. Is mijn schoen aan het... Opa. Zo. Maar in ieder geval ga ik nu dus naar beneden mijn spulletjes pakken naar stage toe. Tot 3 uur. En om 3 uur ga ik naar mijn opa en oma in plaats van naar huis. Ik ga daar vanavond lekker eten. Ze hadden gisteren chicken tonight gegeten. Maar ik zat voor 2 dagen. Er zat er nog heel veel over. Dus ik denk van nou, dan ga ik lekker daar eten. Dus dat ga ik vanavond even doen. Maar jullie zullen het allemaal wel zien als ik het wel of niet film. En ja, kijk hoe het een beetje gecombineerd kan worden vandaag. Goed, ik sta inmiddels te wachten op de bus. Ik ben inmiddels weer al een uurtje verder. Ik was 3 uur klaar. Het is nu 4 uur geweest. Ik ben eindelijk in Spijk. Bus had een vertraging en liep allemaal achter. En dit was heel gedoe. Ik sta nu te wachten op de bus in Spijk. En daarna ga ik, als het goed is, ben ik dan binnen een half uurtje bij mijn opa en oma. En lekker eten. En dan ga ik ook naar huis. Want ik moet vanavond natuurlijk ook nog spullen pakken. En morgen moet ik naar school. Dus ik ben heel erg benieuwd. Maar ja, we gaan het zien. Ik moet in ieder geval eerst nog een half uur in de bus. En eerst nog 10 minuten wachten. Dus het gaat me eerst nog 30, hooguit 40 minuten duren voordat ik thuis ben. Goed, en ik ben weer thuis en ik sta tegen het licht in. Sorry daarvoor. Het wordt trouwens heel erg donker, dus ik heb mijn lamp al aangezet. Maar ik heb jullie natuurlijk nog helemaal niet laten zien. Ik heb natuurlijk een aantal dingen veranderd aan elkaar, maar dat ga ik jullie nu even gauw laten zien. Misschien valt het al enigszins op. Ik heb dat daar allemaal veranderd. Hier staan allemaal kastjes. Die zijn hier veranderd. Ik heb hier een lang kastje staan. Hier een laag kastje. Hier de box en hier staan dan mijn radio en mijn lichtbox op. En hier het witte kastje met de jukebox. Ik noem het een jukebox, is het natuurlijk niet. Hier komt dan nog mijn naamplaatje die daar staat. Dus dat is eigenlijk dit stuk. En hier heeft natuurlijk altijd mijn bureau gestaan. Maar mijn bureau is verplaatst naar deze kant. Ik heb hem bij mijn kast neergezet. Zo kon ik de kastjes makkelijker kwijt. En het bureau, ja, maakt mij op zich niet heel erg veel, heel erg veel uit. Dus ik heb mijn bureau hier neergezet. Ik doe even gauw deze lamp aan. Oh. Dat is de fan. Zo. Zien jullie ietsje meer. Dit is dus het bureau. Hij staat hier wel een beetje in het donker hoekje, helaas. Maar ik vind het op zich nog wel heel erg meevallen. En ik heb deze nieuwe muursticker. Al deze vogeltjes zaten los op deze 3 vogeltjes na. De rest zit allemaal los. Ik moest allemaal losplakken, maar ik vind het eigenlijk weer heel erg mooi geworden. En ik ben er eigenlijk weer heel erg blij mee hoe alles hier nu staat. Dus ja, dat is eigenlijk even een grote kamerverandering. In ieder geval ben ik nu lekker thuis. Ik ga nog even een paar dingetjes doornemen voor morgen. Ik wilde eigenlijk nog verder aan mijn stageopdracht werken. Maar ik denk als ik dat ga doen, ga ik morgen waarschijnlijk dingen door elkaar halen. Ik heb morgen namelijk een soort toets, praktijktoets, testachtig. Voor het onderdeel zwachtelen. Dus dat wil ik nog even een beetje doornemen. Hoe en wat. Dus ik laat die stageopdracht even voor wat het is. Waarschijnlijk ga ik dan morgen gewoon lekker weer aan verder. En ja, dan was dit eigenlijk alweer het dingetje voor vandaag.
Ik ben best wel moe. Ik heb trouwens wel lekker gegeten aan mijn opa en oma. Dat was wel heel erg lekker. Maar ik ben nu eigenlijk heel erg eerlijk gezegd moe. Dus ik ga denk ik lekker me omkleden. Lekker mijn pyjama aandoen. En lekker vroeg slapen. Morgen natuurlijk ook weer een hele lange dag school. Dus ook kijken hoe dat allemaal gaat lopen. Maar in ieder geval was dit wel de dag van vandaag. Er is veel gebeurd voor mij. Wel veel wat ik niet kon filmen, helaas. Maar ja, jullie weten natuurlijk, ik zit op stage, dus ik kan daar ook gewoon niks filmen. En ja, that's it. Oh ja, wel, dat is misschien een leuk dingetje om te weten. Als je me op Snapchat volgt of Instagram, dan heb je het waarschijnlijk wel gezien. Twee dingetjes die ik nog even wil benoemen. Het eerste dingetje is dat ik vandaag 160 Rummy Cup steentjes heb schoongemaakt, één voor één. We hadden op stage Rummy Cup steentjes, maar die waren best wel vies. Dus ik dacht van, weet je, ik heb toch nog wat tijd over. Ik ga ze lekker schoonmaken. Nou, ik heb het geweten. 160 van die dingen. Dat is niet erg om te doen. Maar gewoon het idee dat je denkt van, oh, ik ben er nog niet. Dus, maar dat viel op zich wel mee. Dat heb ik vandaag op stage nog gedaan als leuk weetje. En als minder leuk weetje, ik weet niet of jullie het gehoord hebben op het nieuws. Maar er is dus een soort van aanslag achter iets geweest door een, was het, 64-jarige man in Las Vegas. Super erg. Als je die beelden ziet ook, is echt heftig. Als je het hoort, is het net alsof er een helikopter komt of zo. Zo klinkt het. Dus heel erg. Beelden zijn best wel heel heftig om te zien. Maar daar wil ik eigenlijk gewoon mee zeggen dat de wereld niet meer is zoals het geweest is. Je kon vroeger gewoon normaal even over straat of even ergens heen zonder dat je, weet ik veel wat, ontvoerd werd of neergeschoten werd in dit geval. En nu kan dat gewoon helemaal niet meer. Je zit gewoon, overal waar je bent, ben je gewoon niet meer veilig. Of het nou op school is, of het nou in huis is, of het, maakt niet uit waar. Je bent gewoon nergens meer veilig en daar wil ik jullie niet mee bang maken ofzo. Maar het is wel even zo'n realistisch puntje, weet je wel, dat je denkt van, het is toch wel iets, weet je. Het is misschien hier niet naast de deur, Las Vegas. Maar het kan hier ook zomaar gebeuren. En ik wil dat de mensen daar gewoon bij stilstaan. Dat je gewoon blij moet zijn met hoe je leven is. Welke vrienden je om je heen hebt. Familie, vrienden. Alles gewoon, weet je. Want voor heel veel mensen kan het door een leuk uitje ineens maar over zijn. Dus ja, sta daar gewoon ook even bij stil. Vind ik wel belangrijk. Het heeft me ook weer wakker geschud overigens. En ik ben buiten adem. Ik weet niet waarom. Ik doe helemaal niks. Maar ik ben wel een beetje moe aan het worden. Dus ik ga lekker mijn dingetje doornemen. En dan zie ik jullie morgen weer. Tot morgen. Goed, goedemorgen allemaal. Het is vandaag dinsdag. En ik ga naar school. Ik ben klaar helemaal. Ik heb mijn tas ingepakt, ben aangekleed. Ik heb dit aan vandaag trouwens. Shirt is zoals goed is van de Cool Cat. Blauwe broek, CNA. En deze schoenen zijn van de Van Haren. En ik heb voor de grap maar weer eens een keer deze lekker slubbertas meegenomen. Is gewoon lekker chill. Ik ga lekker naar school nu. Even een beetje het licht staan. Ik ga lekker naar school. En ja, we zien hoe het allemaal gaat lopen. Eigenlijk. Er zijn een aantal leraren ziek, dus waarschijnlijk zijn er een aantal tussenuren vandaag. Ik hoop het niet. Maar ja, we zien wel hoe of wat. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag. En ik ben inmiddels wakker. Het is 5:30 morgens. Ik zou eigenlijk over een kwartiertje weggaan en dan een half uur moeten wachten op de bus. Maar aangezien het zo hard regent, zo hard stormt buiten, het is niet normaal. Kom ik waarschijnlijk gewoon hartstikke verzopen aan. Mijn vader kon me niet wegbrengen omdat hij nu al weg is. Voor zijn werk. Hij moet ergens boven in het land wezen in Noord-Holland. Mijn moeder, die is zo lief geweest om te zeggen van, joh Kim, weet je wat, ik breng je dan wel weg. Het is dus nu 5:45. En dit is de state hoe ik er nu bij lig. Ik heb mijn bed helemaal opgemaakt, dus ik heb geen zin om alles weer af te halen. En toen dacht ik, waarvoor ga ik niet gewoon even lekker onder zo'n lekker zacht dekentje liggen. En wachten tot het tijd is om naar beneden te gaan. Ik kan gewoon naar beneden natuurlijk, maar
heb ik nog niet zo heel veel zin in. Dus ik ga even lekker op mijn gemak uitrusten. YouTube video's kijken. En voor dat ben ik helemaal klaar. Al het eten is klaar. Ik hoef alleen alles te pakken en weg te geven. Dus ik kan lekker last minute naar beneden. Super fijn. Goed, ik ben klaar met stage. Mijn stage zit er achter ergens, maar ik loop hier in mijn Mysteryland. Als het goed is, waarom opa en oma hier vandaag de camping? Ik weet niet waar ze nu zijn, maar ik zie het eigenlijk wel. Ik ga even binnen kijken of ze er toevallig zijn. En ja, ik hoop dat ze een leuke dag hebben gehad. Echt, allemaal vliegjes. Goed, ik ben inmiddels weer onderweg naar huis toe. Lekker bij mijn opa en oma gegeten, toch wel. Ik heb gewoon even lekker gestoeid en gespeeld. En ik ga nu weer naar huis. Het is 7:15. En ja, morgen natuurlijk ook weer naar stage. Ik heb de hik, morgen even naar stage toe natuurlijk weer. Tot 3:00. Waarschijnlijk slaap ik morgen af bij mijn opa en oma, omdat de rest daar ook slaapt. En ik kan een beetje mijn opa en oma helpen. Dat is tenminste de planning, om het zo te zeggen. Maar hoe het verder allemaal morgen gaat lopen.